En dit zijn beelden uit Rotterdam. Op vrijdag 16 december vorig jaar tegen 9 uur 's avonds zijn twee medewerkers van de Dirk 3 aan het Marinus Bolplein net bezig de kassen af te sluiten als deze twee overvallers op hen afkomen en hen met een vuurwapen bedreigen. Een van de medewerkers probeert vergeefs te vluchten, waarop hij met veel geweld op de grond wordt gewerkt en hard geschopt en geslagen wordt. Nadat de overvallers de kassen hebben geleegd, sleuren ze de oudere medewerker mee naar het kantoortje. Daar worden de twee medewerkers gedwongen de kluis te openen. Wie herkent deze twee gewelddadige overvallers? De een is licht getint, vermoedelijk van Antilliaanse afkomst en zo'n 1,80 à 1,90 lang. Hij heeft een bol gezicht en een mollig postuur en tijdens de overval had hij een stoppelbaard en droeg hij opvallende blauwe handschoenen. De ander heeft een zeer donkere huidskleur, is ook 1,80 à 1,90 lang, maar is wat slanker dan zijn mededader. Hij droeg een bivakmuts tijdens de overval, maar misschien dat iemand hem in combinatie met zijn maat toch denkt te herkennen.